Kom op dan, hè. Kom op dan. Yo mensen van Harm Games NL. Oh nee, we spelen geen games meer. Vandaag neem ik lekker een vlog. Hey. Dit is mijn vlog. Wat doe je nou? Dit is mijn vlog. Nee, ik ben ook een vlog. Jij bent hier een gast. Ik ben een vlog geworden, man. Ja, maar ben je een vlog geworden? Ja, ik kan je leren. Ja, ik kan je leren. Hoe dan? Hier, kijk, je pakt de camera vast en dan ga je zo, hey mensen. Hey mensen. Klik er vast op het. Duimpje omhoog! En een pilsie, hè? En een pilsie! En een koude rakker! Precies! Zullen we een koude rakker erbij pakken? Zullen we dat doen? Ja. Dan gaan we pakken we een koude erbij! Stofzuiger weer weg! Hoppakee, weg ermee! Hier! Pilsie voor jou! Nee, kom even aan, kom! Een pilsie voor mij! Gaan we ook maken, man! Ja! Vol, wat... Doe dat niet! Je doet het ook gewoon! Oh nee, laat hem steken. Nee, wacht. Voordat je gaat openen, ik heb een hele goede manier. Ik was ook op vakantie in Mallorca. En dat ging compleet radicaal daar. Dus uiteindelijk heb ik gewoon dit ding gekocht. Ik moet hem even mijn kop weghalen. Hier. Zoals jullie zien, er staat Mallorca op. En dit is een mooi bieropener. Alsjeblieft, vriend, open maar. Nee, ik moet zeggen, alsjeblieft, pik. Ja. Hier. Proost. Heerlijk in de ochtend. Vandaag hebben we trouwens lekker eten. We hebben namelijk diepe pannen sinds kort. Dus we gaan knakworst eten. Ja. De laatste paar dagen heb ik alleen maar kip gegeten, broodjes, tosties, eitjes en dat soort dingetjes. Het is nu tijd voor iets anders. Goed gedaan, man. Goed gedaan, Pik. Goed gedaan. We gaan lekker knakworst eten vandaag. Heerlijk, jongens. Heerlijk. Nou, oh! Bierenbul. De bordjes, ja. Heel leuk en aardig. We hebben geen bord. We hebben geen borden. Dat is ook nog echt zo. Ja. Hou je handen op, ja? Ja, ik vult het op. Weten jullie de vorige vlog nog? Dus ik heb er een kruk in gelegd. En nu staat hij zo vast als een steen. Als een steen? Ja, want ik had immers gezegd van, joh, als die tent, hè, als die wegwaait, dan is mijn carrière ook weg. Maar wat we nu even gaan doen, we gaan zo video's opnemen, voor linkse kanaal ook. En daarvoor moeten wij even naar de bouwmarkt. Nou, we gaan iets cools maken, maar dat gaan we zo meteen pas vertellen. We gaan dus nu naar de bouwmarkt toe, gaan we dingetjes halen. Ga ik even leuk ondertussen vloggen. Hallo mensen. Nou, we zitten in de auto. Ik vind het zo best een mooi film. Je ziet Link achter mij. Tik hem eens aan, brada. Maar we gaan dus nu naar de bouwmarkt. En wil je vast even zeggen wat we gaan halen, Link? We gaan een PVC-buis halen en daarmee gaan wij schietende blaasdingen maken. Schietende blaasdingen maken? Ja, blow darts. Ja, jij wil echt iets met spijkers gaan verwerken. Dit gaat wel gevaarlijk worden. We kunnen wel gewoon op mijn ramen schieten zometeen. Dan gaan we wie de meeste sterretjes kan vormen in mijn raam. Ja, of katten doodschieten. Leuk Jeroen, dat je zo lief tegen katten bent, man. Positieve ingeving. Jongens, weten jullie trouwens wat echt klote is? Ik ben de 90.000 kilometers gemist. Jongen. Als ik de ton me niet mis, want als je dat ziet, als je een ton aantikt, dan krijg je een playbutton, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat is een zilveren playbutton. Kijk jongens, helaas. Link, denk snel. Ik wil hem aantrekken. Denk stil! Nee, stop! Denk stil! Stop! Nog eentje, denk stil! Link, doe dat nou eens aan speciaal, joh. Kom op dan, hè. Kom op dan. Waarom incasseer je alleen, hè? Incasseer. Ja, ga dan. Oh! Harm, wat de fuck doe je? Wat de Yo, wat vet. Hey, video mensen. Het leek mij leuk om een soort van variant van de What's in the Box challenge te doen. Je hebt een buis in je nek. Dankjewel. In ieder geval, ik heb een box natuurlijk, want het hoort bij een What's in the Box. We gaan vandaag gewoon beide erin zo zitten met onze handjes. En dan gaan we gewoon met z'n tweeën voelen. En dat is gewoon de video. Onze cameraman, oftewel Jeroen, die heeft wat producten gekocht. Ik weet niet wat hij gehaald heeft. En we gaan het er gewoon in doen en we zien wat erin zit. Tik hem aan, Mattie. Tik hem ook even aan. Doe hem eerst. Ja. Nee. Doe rustig. Tik aan. Ik voel nog niks. Hey, doe even een duimpje. Wat is dit? Oh, ik moet wel voelen. Wat is dit? Voel ik lekker. Is dit een zeep of zo? Je kan het inknijpen. Wat is dit? Breek het even. Kom samen breken, hè? Ja. Nee, het is klei. Het is klei. Ja, is het klei? Yes! Hey, oogje dicht. Je prikt me vol in mijn ogen. Gaan we weer, Link? Gaan we weer? Gewoon meteen, hè?
Oh, dit is, oh, ja, ja, dit is zo'n bal. Zo'n bal met zo'n, yeah. Maar misschien is het leuk om de kleur te raden. Want dit zijn meestal, in, ik heb hem wel eens in groen gezien. In paars volgens mij, nee, paars niet. Ik zeg paars. Ik zeg oranje, denk ik. Oranje. Oranje heb je ook. En geel. Geel komt volgens mij ook best wel vaak voor. Ik denk paars. Paars? Ik zeg gewoon geel. Oké, laat het zien. En oh, het is wel oranje. Ja, ja, ik zei het. Jongens, toch. Jongens. Hij staat erin. Rustig je handje erin. Oh, moet een handje erin. Auw. Auw. Cactus. Auw, ja, sowieso een cactus. Oh, dat deed pijn, jongen. Ja, ik volledig een eentje zat ik. Oh. Ik wil hem zien. Ja, een f***ing cactus, jongen. Ben jij een zak, hé? Ja, jullie gingen er net zo f***ing snel in. Dus ik dacht, ik smijt er. Ja, we kunnen weer. Oké. Okay. Ik doe heel rustig, want die cactus, ik ben echt bang geworden door die cactus. Uh-huh. Wat is dit? Wat is het? Mag je ruiken of niet? Nee, het haalt niet eruit. Wat is dit? Het is nat. Voel jij het? Ja. Is dit een vis? Het is een vis of niet? Het stinkt hier zo erg, jongen. Ja! Het is een vis. Ja, het is een vis. Ah, ik zat als een kop! Ik zat volledig als een kop! Ik had het niet aangeraakt! Ah, ruik het hier! Ah, dat gebeurt hier! Ah. Heel die doos naar de tering! Doe een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vindt. En wij gaan nu voelen wat het is. Langzaam je hand erin. Heel langzaam. Ik pas voor die. Zal ik doet hij nog een kak? Dat zal me niks verbazen. Wat? Is dit een kerstbal? Het voelt echt niet lekker. Wat is dit? Is dit een kerstbal? Een soort van. Oké, wat is dit? Een restaurant. Huh? Oh nee, ja, het is koud. Het plakt. Ik weet meteen wat het is. Het is een spuitbus met zo'n, weet je wel, van die troep erin. Ah, is dat het of niet? Ja, ja, ja. Wat voor kleur? Wit, dit is altijd wit toch? Weet je, paars. Zeg je weer paars. Oké, we gaan kijken wat het is. Het is roze. Oké, oké. Gaan we voelen? Langzaam, Jan. Ik ga langzaam voelen. Ik voel wel niks. Ik voel bij de bodem. Ik zit nou op de bodem. Dat ben jij! Wat is dit? Oh, huh? Wat is dit? Wat is dit? Wat is het onder? Oh, is de tafel? Kijk, kijk, kijk. Het is onder heel anders. De tafel, wat is dit? Wat is dit? Chocola! Chocola of niet? Ja. Chocola! Dankjewel! Ja! Hey, top jongens! Oké, nou lekker chocola. Ik vind het lekker. Kom, we gaan meteen door. Wat is dit? Wat is dit? Hey! Oh! Waar is het? Dit is oh wacht. Dit is een dumbbell. Ja, een dumbbell. Dit is een dumbbell. Kijk! Makkie! Ja, veel te makkelijk. Deze is wel makkelijk. We gaan weer voelen! En wat is het? Wat de fuck? Waar is het? Wat is dit? Is dat hier? Kijk, hier. Oh. Wat is dit dan weer dan? Veren. Ja, dat zijn veren? Hey, nee, dit is een kattenspul en veertjes of zo. Wat voor kleur? Paars. Geel, oranje. Geel? Geel! Het is een sjaal. Sjaal. Oké. Dit is echt een lekker voel. Waar? Ik ben zo bang dat er nog een cactus komt of zo, hè? Hey, dat ben jij. Wat is dit? Waarom is het allemaal zo ver? Wat is dit? Ik heb geen idee wat dit is nou dan. Oh, dit is een handvat of zo, gok ik? Zo'n schoonmaakborstel. Wel? Oh, die. Dat vind ik echt te makkelijk hoor. Oh, nee, we doen nu een moeilijke. Oké, doe maar jongens. Gaan we. Ah! Ah! Wel die cactus! Ik dacht, we moeten een beetje tempo erop gooien, dus ik steek vol mijn duim in. Ik ging gewoon rustig in, weet je, allemaal tempo. Kijk jongens, bloed van een cactus. Ja, ik zie een cactus daar staan, onze cactus doen we niet meer. Ah, oké. Wat is dit? Oh. Ah, dit is stalwol of zo, of niet? Huh? Of een stalwol, hoe noem je dat? Van dat wol met glaswol. Ken je dat spul? Dat is suikerspin of zo. Is dat serieus? Ja, dat kan ook suikerspin zijn. Aha. Als het weggaat, dan. Ja, suikerspin. Als het weggaat, dan suikerspin. Ja, lekker. Yo, suikerspin met veren. En een beetje vismaak. Ja. Lekker aan het eten. Hartelijk wel een commentary, want. Weet je, je bent er toch in. Wat is dit? Ik voel een pot. Ah, nee, weer cactus. Is het weer cactus? Nee. Ik weet het niet. Oh nee, is dit een dennenboompie? Dit is een kerstboom. Een kerstboom. Mini kerstboompie. Hey!
Daar zijn we weer hoor. Kijk, daar is Link. Nee. Vind je het gezellig of niet? Ja, het is wel gezellig. Het is wel gezellig hier. Het is bijna tijd voor een pilsje, dus we pakken bijna de pilsjes erbij. Maar in ieder geval, wij chillen hier heerlijk. Ik geniet zo erg van die ledlicht, hè. Ik vind dat zo chill. Alles begint dat vorm te krijgen, of zo heb ik het gevoel. Kijk, dit is mooi ingericht nu, daar hebben we wat staan. En in één keer daar mooie ledlichten. Tafel is mooi, heel erg mooi. Link is er gezellig bij. Ja, ik ben ook heel mooi. Zeg maar gewoon dat ik mooi ben. Je bent heel erg mooi. Je hebt een mooi koppie. Echt mooi, no shave november. In ieder geval, jongens, dit is alweer de vlog voor vandaag. We gaan zo meteen even wat biertjes klappen. Je ziet de tenten achter misschien wel. Dan gaan we natuurlijk ook even gaan even zitten. Ja. Like in ieder geval deze video en abonneer hieronder. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Want Enzo Knol zei tegen mij van dat ik hem in 2 jaar ging inhalen. Hè. 2 jaar heb ik Enzo Knol ingehaald. Over 2 jaar heb jij hem ingehaald. Nou, moet je wel even goed best doen, hè? Dan moeten jullie goed jullie best doen. Dus allemaal even abonneren. En we zitten bijna op de 4 ton. Abonneer allemaal even en dan hebben we dat binnenkort wel te pakken. Dus mensen, in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later!